paar dingen die erop lijken gezien. Maar je ziet het tegenwoordig ook niet meer. Hetzelfde geldt voor in het noorden en het, een beetje in het oosten van Irak. Had je kelders heel lang geleden. Ja, ik vertel over 1000 jaar geleden, 900 jaar geleden. En dat heb je niet, vaak niet meer in huizen. Destijds had je het wel. Het zijn andere tijden die je voor andere architecturele manifesten zorgen. Dus ja, het is een hele mooie plaatje. En daarachter zie je ook een moskee. Dus blind heel mooi in. Sorry dat ik nog eens stoor. Maar wat is de reden dat het een soort van koepelachtige vorm heeft, zeg maar? Die terras zelf. Ik ben geen architectuur zelf, maar ik denk dat een koepel een hele stabiele vorm is om mee te bouwen. Oké, duidelijk. Interessant. Always, ja. Yeah. En als we kijken naar de volgende bladzijde, een Meydanplein. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Je ziet dat het veel... dat is plein. Meydanplein is in Bagdad. Omdat nu... ik denk vandaag... alle blaadjes zijn van Bagdad, toch? Ja, alle plaatjes zijn volgens mij vanaf van Bagdad. Ja. Nou, het bestaat heel lang. Meydan of Meydanplein. Het bestaat heel lang. Eigenlijk bestaat sinds... even kijken, sinds de tijden van de Abbasiden bestaat het. Het is centraal gelegen. En ik heb het verkeerd. Ik merk aan mezelf dat ik het fout heb gemaakt. Het bestaat niet lang. Het bestaat eigenlijk sinds 1889. Toen werd het door de gouverneur van Bagdad, Sirri Baasje, werd het gebouwd. Of tenminste, werd het ontworpen. En hij bouwde meteen daarnaast, ik kan naar het volgende plaatje gaan. Hij bouwde een park daarin. En aan alle kanten van het park had je restaurants en cafés. Ja, het is ook gelegen aan de Tigris. Als we verder gaan, dan zie je waar de legging is. Oh nee, ik moet even teruggaan. Is dit hem? Nee, ik wou meer de Google Maps laten zien. Oh, je wilt de Google Maps kant op gaan, hè? Ja. Nou, zo zie je dat het een beetje gelegen is aan de Tigris. En als je verder inzoomt, dat is dan het volgende blaadje. Ja. Yeah. Nou, dat is een hele mooie ligging. Van hier hebben we het over, hè? We hebben het hier over. Dat is Sahat al-Meydan. Dat is Meydanplein. Is het een beetje te vergelijken met de Dam zoals in Amsterdam? Nou ja, destijds was het wel zo. Want er was een park. En in 1912, de vice-gouverneur van Bagdad, Daristani, heeft een huis daar gebouwd. Hier, een beetje aan deze kant. Waar nu het busstation ligt. En heeft hij ook een dierenpark voor zichzelf gebouwd. En hij opende dat dierenpark voor mensen op donderdagmiddag en door de donderdagavond. Dus iedereen kwam erheen. En wat de ligging ook mooi maakt, is dat het dichtbij is Tigris, dat is één. En twee is dat je ziet dat hier het ministerie van Defensie, Universiteit van Bagdad, Irakese Ministry of Health, had je daar de Iraq National Library and Architecture and Archive. En dat maakt het echt zo centraal gelegen. Maar aan de andere kant, je kan het zien dat hier heb je kerken. Maar aan de andere kant heb je ook moskeeën. Het zit echt gelegen aan een hele centrale ligging. Sahat al-Meydan, dus een straat heet Ar-Rashidstraat. En dat is een hele bekende straat in Bagdad, genaamd naar Harun al-Rashid, de Abbaside Khalifa. Dus een hele mooie ligging. Omdat het ook zo gelegen is aan Tigris, in 1907 werd een waterinstallatie in plaats gezet, dat het water vanuit Tigris naar de huizen brengt. En dat was innovatief voor de tijd. En mensen konden voor het eerst door middel van pijpen water thuis krijgen. Net als dat we nu vandaag hebben, je draait de kraan open en je hebt water. Nou, destijds was het een wonder. En mensen konden voor een maandelijks
10 kroes was het. Dan kun je gewoon thuis water krijgen. Dan hoef je niet naar Tigris of ergens anders. Wat is dat? Kroes? Wat zei je nou? 10 kroes is een valuta destijds. Het is een munteenheid, niet? Oké. Ja, het is een munteenheid, ja. Het heet de kroes. Ja, Karish. Dat is een Ottomaanse munteenheid. En Amjad zegt als centen. Ja, je kan het zien als centen, ja. Ja, dus het zijn echt van die muntjes die... Ja, je had lira's. Die lira's die bestonden dus uit 100 centen. 1 lira is 100 cent. Oké, interessant. Ja. We hebben een vraag. Wat is nu Maidan Square? Hoe wordt het tegenwoordig genoemd? Het wordt nog steeds Maidan Square genoemd. Dus vandaar. Zachte Maidan. Hier heb je... Je had een moskee daar. En het heet de Ahmadiyya Moskee. Maar het wordt ook al Maidan Moskee genoemd. But. Dus het is nog steeds bekend. Mensen gaan nog steeds er naartoe. Als we verder gaan, Ahmed. Ja, maar voordat je verder gaat, wat is die smoothie winkel in de hoek? Oh, Asir Hajj Zbale. Oh, oké. Oké, interessant. Maar wat is dat? Oké, voor mensen die geen Arabisch kennen. Zbale betekent afval, garbage. En dus Hajj Zbale is een hele bekende persoon in Baghdad. En hij heeft een smoothie bar. En het is een van de bekendste plekken van Baghdad om sappen en smoothies te halen. Dus als je er bent, dan moet je zeker naartoe gaan. Oh ja, dit. Nou, dit is dus... oeps, nee, niet deze. Dit is dus... nee, niet deze. Highlighter, deze. Nou, dit is het busstation. En 100 jaar geleden was het in gebruik genomen en het bestaat nog steeds. Ja, dat is wat ook zo centraal gelegen plek is voor. Er zitten best wel veel kerken en moskeeën bij elkaar. Ja, ja. Deze kant van Baghdad, die staat bekend om dat je daar echt alles kan vinden. En dat het zo multi-etnisch is. Multi-culti hub is geworden. Multi-culti hub, oh. Ja. Een mooie samengevat. Ja, en dit is dan hoe het nu eruit ziet sinds 2016. Dit is een foto van oktober 2016 die ik van het internet heb geplukt. Zo ziet het eruit. Het is nog steeds levendig en wordt nog steeds bezocht door mensen. Wat voor winkels heb je daar nu? Sorry? Wat voor winkels? Ik zie Bastiaat, dingen voor buiten. Ja. Wat wordt daar verkocht? Heb je daar een beetje een idee van? Dit zijn meestal voor kleding. Oké, gewoon kleding buiten en zo, hè? Dit zijn echt kleding of van die kleine souvenirtjes of kleine dingetjes die je kunt kopen voor een euro of twee. Oké, interessant. Ja. En misschien kun je ook de volgende bladzijde uitleggen. Silk al-Ghazal. Ghazal, dat is weven. En wat we zien is een moskee. Dat is Masjid al-Khulafa. Het moskee zelf, die werd in 908, tussen die tijd werd het gebouwd door al-Muktafi Billah. Dat is ook een Abbasid. Abbasid, niet een Abbasid. Dat is een Abbasid Khalifa die heeft het gebouwd. En toen daaromheen gingen mensen natuurlijk een markt beginnen. En toen, het is een markt geworden. Als we verder gaan. De volgende slide. Wat is trouwens, voor de mensen die niet weten, wat zijn Abbasiden? Abbasiden, het zijn de, zeg maar, die na de Umayyaden kwamen als heersers over de moslim-eenheid. Dus dat waren vroeger de regeringen van die tijd? Ja, ja. En in de tijd van Abbasiden werd ook Baghdad gesticht. Gaan we het zo over hebben. Dat vertel ik straks meer, denk ik. Nu moet ik uitleggen. Oké, hier hebben we het over al-Ghazal Market. Waarvoor het werd gebruikt in destijds, we praten over 100 jaar geleden, 1000 jaar geleden. Mensen weven stof thuis en die komen het daar verkopen. Dus die komt daarvoor echt voor kledingmarkt en stofmarkt. En je ziet ook dat het echt straal gelegen is. Je hebt nu hier de Khulafa Street straat. Je hebt de Wathba Square.
Je hebt ook aan, daaraan gelegen heb je Mutanabbi-straat. Het is ook heel centraal gelegen. En hier, Ahmed, ken je misschien deze ook, Zahawi Café. Ja, daar heb ik een keertje koffie gedronken. Ja, het is een van de bekendste cafés in Bagdad. Dus ook deze, Souq al-Ghazal, is ook bekend in Bagdad. En nog steeds is het bekend, maar nu is het bekend om iets anders. En dan gaan we naar de volgende slide, als het goed is. Ja, en nog iets om toe te voegen. Je ziet daar Centrale Bank van Irak staan. Die locatie gaan ze weghalen. En dan gaan ze naar Jadariya komen. Wij gaan Jadariya volgende keer uitleggen waar dat is. Heb je dat volgens mij uitgelegd, Jadariya, waar dat is? Nee. Dus dan gaan we volgende keer dan wat uitgebreid over uitleggen waar dat is. Oké. Okay. Ja, het is ongeveer hetzelfde, maar dat is meer ingezoomd. Wil je een andere slide? Ja. Yeah. Nu ziet het zo uit. Destijds, zoals ik al zei, 1000 jaar geleden werd het gebruikt om stof te kopen en verkopen. En nu is het een dierenmarkt geworden. Je komt daar voor vogels, voor reptielen, voor zoogdieren. Echt voor alles kun je daar kopen. Nu ook exotische dieren kun je daar kopen en verkopen. En wat voor dieren? Wat voor exotische dieren? Denk aan apen, denk aan echt alles waar je aan adelaars. Ik heb foto's echt van alles. Hoe is het ontwikkeld naar een dierenmarkt? Ik heb het een beetje proberen het uit te zoeken. Het is heel geleidelijk gegaan. En omdat het zo geleidelijk is gegaan, weet eigenlijk men niet wanneer het begon te ontwikkelen naar een dierenmarkt of waarom. Op een gegeven moment waren gewoon meer dieren dan stof aanwezig en was het een dierenmarkt geworden. Ja, ik heb ook geen andere antwoord hierop, sorry. Nou, ik denk wel een goed antwoord. Ik denk ook dat veel van Arabieren in die tijd, die hielden echt van dieren, zoals adelaars en zo. Ja. Dus ze hadden wel een centrale plek nodig om die te kopen. Dus ik denk dat dit wel de meest centrale plek is om jouw dier te kopen in die tijd. Dat zou zo kunnen, ja. Misschien kun je ook ons meer uitleggen over, over deze bladzijde van het boek. Abdul Qadir al-Gailani of al-Gilani of al-Gailani. Het zijn allemaal benamingen voor één persoon. Ik denk dat we allemaal van hem gehoord hebben. Dit is dus een straat die naar het gebouw van Abdul Qadir al-Gailani moskee leidt. Als je verder gaat, dan zie je ook van boven, van de daken. Ja, van de daken zie je dat. Moet ik verder gaan? Of? Ja, je mag verder gaan. En daarachter, ja, aan de achterkant zie je dus de hier. Dus het moskee van Abdul Qadir Gailani. Het ligt ook centraal. Als we verder gaan, dan zie je waarom het een beetje centraal gelegen. Dat is de moskee van de andere kant. Moet ik verder gaan nog? Ja. Nou, dat is dus de moskee van de andere kant natuurlijk. Abdul Qadir Gailani zelf was geen Irakees. Hij kwam uit Perzië. Uit de stad Gailan, wat nu in het nu nog steeds bestaat. En het is een beetje in het noordoosten. Noordwesten van Iran. En hij leefde in het jaar tussen 177 en 101. 1077 en 1166. En hij was een Hanbali zelf, hij was een moslim. En op 18-jarige leeftijd kwam hij naar Bagdad. Om meer te leren over wetscholen en specifiek Hanbali wetscholing. En hij heeft een studie afgemaakt. En daarna ging hij naar... precies, Amjad, heel goed. Toen ging hij
voor 20 jaar, wordt gezegd, voor 25 jaar ging hij de woestijn in. En in het jaar 1127 keerde hij terug naar Bagdad. En begon hij te prediken en werd hij beroemd door zijn discussies. Ja, hij is de stichter van Al-Qadiriyya-beweging. Een soefisme. En hij wordt dus gerespecteerd als een gerespecteerde geleerde in Irak beschouwd. En als je nog verder gaat, Ahmed? Ik heb alleen één opmerking. De straten zijn wel heel erg schoon, vind je niet? Ja. Ja. Dat is wel heel opvallend. Ik denk niet dat het tegenwoordig zo schoon is. Nee, absoluut niet. Nee. En ik kan nagaan, dat is niet... hoe noem je dat? Het is gewoon... modder en zo. Dus en alsnog is het schoon gehouden. Ik zie nergens vuil. Dus dat is heel opmerkelijk. Maar goed. Ja, maar ik denk dat het ook meer aan de ligging van een moskee is. Hè? Als er een moskee in de buurt is of een kerk of zo, dan proberen de mensen echt schoon te houden. En ja, dus ja, hier zie je moskee dus van een andere kant. Ja. Wordt tot de dag van vandaag gekomen mensen veel daarheen, zeg maar, naar deze moskee? Ja, ja, sowieso wordt het dagelijks bezocht. Ik heb een andere foto erbij gezet. Wacht, deze? Nee, ik kan de map ervan laten zien. Oh, sorry. En dan kan ik ook zien waarom het zo gelegen is. Hier ligt het. En je kan zien dat het echt zo'n straat, dat zo centraal gelegen is. Je kan zo overstappen naar Karg, naar de andere kant van Bagdad. En nu is het dicht bij de Universiteit van Bagdad. Dus als tot de dag van vandaag wordt het bezocht. En nu ziet het zo uit. Dan kan je Ahmed laten zien. Ja, nu ziet het ongeveer zo uit. Het is een, met special effect? Special effect, ja. Zit er minder glitter en glamour uit? Kun je betere foto's vinden. Maar ja. Oh, wil je dat ik terug ga of naar voren? Nee. Het is een verandering. Al die grote bezienswaardigheden, die zijn nu allemaal veranderd. Die zien nu anders uit. Maar daarom is het zo mooi om te zien hoe het vroeger uitzag. Om te vergelijken van wat is er nu veranderd en waarom. Probeer te denken van waarom is het zo veranderd. Dat is het interessante ervan. Ja, ook, ik denk ook ander materiaal en zo, hè? Ja, maar als je kunt zien dat het materiaal dat 1000 jaar geleden is gebruikt nog steeds bestaat. Het heeft ook nog waarde. Hè? Bijvoorbeeld, je kan je Bagdad een muur om zich heen had. Wil je dat ik naar de volgende slide ga? Huh? Wil je die muur laten zien of is dat volgend? Er zijn geen foto's van. Heb ik niet erbij gezet. Maar er zijn ook echt klein stukjes van over. Jammer genoeg. En die kun je nog in Bagdad zien. Maar er zijn echt een paar meters nog van over. Maar Bagdad had eigenlijk werd omringd door een muur van een paar meter hoog. Maar zijn er niet meer, hè? Die muren? Nee. Die waren ook niet meer handig. Want Bagdad groeide echt zo groot. En het werd zo gigantisch. Dat mensen niet meer binnen de muren konden groeien. Dus dan had je ook niks aan de muur. Dus waarschijnlijk niet de hele stad had muren in die tijd? Nee. Oké, dat is de eerste keer dat ik het hoor. Nee. Karg en Rassava? Wat gaan we daarover praten? Karg en Rassava. Als je aan Irak denkt, in termen van Irak of Bagdad, dan denk je aan Karg en Rassava. Waarom? Nou, Bagdad begon als Karg. Als je verder gaat naar volgende pagina. Ja, nou, dat is hoe Bagdad eruit zag. Even kijken, 1300 jaar geleden ongeveer. Het werd gesticht in het jaar 760 na Christus door Abu Ja'far al-Mansur, de Abbasid.
En hij wou... Nou, dit is de Tigris wat je ziet. Hè? Dat, de, ja, dat is maar, naast de muur, zeg maar? Of ja. Daarachter? Oh, daarachter, ja. Dat is de Tigris. Hè? Dus we zien nu alleen maar één kant van Bagdad. En dat was Bagdad destijds. Of het werd eigenlijk Dar es Salaam. Of Medina es Salaam werd het genoemd destijds. Want het had de naam Bagdad niet. En, maar het groeide zo enorm dat mensen eigenlijk naar de andere kant van de rivier gingen. En dat nieuwe gedeelte, dat werd Ar-Rasafa genoemd. En het oude gedeelte, wat daarvoorheen Medina es Salaam of Bagdad, dat was Karg. En mensen proberen altijd de twee uit elkaar te halen, maar het is één Bagdad. Hè? Mensen proberen nog steeds te denken van, ja, wat maakte Rasafa zo speciaal? Wat maakte, hoe noem je dat, Karg zo speciaal? Mensen proberen te vergelijken met Berlijn, hè, een muur tussen. Je hebt het oosten en het westen van Berlijn en die waren zo enorm van elkaar in aspecten, verschillen. Maar ik zie het niet. Mensen probeerden mij te vertellen van ja, in het Rasafa had je allerlei andere soorten mensen kwamen wonen. Je had de Koerden, je had de Persiërs, je had Arabieren. En de Karg had je meer. Het is een tekening van hoe het eruit zou gezien hebben. Het is een tekening. Volgens mij was het gemaakt door een Russische architectuur, denk ik. Volgens mij zelfs Franse architect. Frans of Brits. Maar in ieder geval een tekening die nu gemaakt is van hoe Bagdad eruit ziet. Het is wel realistisch hoor. Het is wel een realistische schets, zeg maar. Ja. Bagdad had eigenlijk in het begin had vier poorten of vier deuren. 1, 2, 3 en 4. Nou, die leidden tot vier richtingen. Je had dit, dat is nummer 1. Die ging naar Sjaam, die ging naar Syrië. En dan had je deze, nummer 2. Die ging naar, volgens mij, Basra. Ja. Nummer 3, die ging naar Khorasan, dus Perzië. En 4, die ging naar Koefa. Dus zo kon je Bagdad verdelen. En zo kom je Bagdad binnen en ga je Bagdad uit. Nog een fun fact, misschien leuk. Maar 1001 nachten komt ook uit Bagdad. Dus als je bijvoorbeeld ziet die soort van pilarenachtige dingen. Yeah. Die komen ook in dat ding. Hoe heet het ook weer? Aladdin? Ja, in Aladdin, juist. Ja. Yeah. Yeah. Dus het verhalen van 1001 nachten zijn geschreven in Bagdad. Dus... Je moet Bagdad zien echt als... Het werd de stad, een metropool van de wereld. Hè? Met meer dan 1 miljoen mensen werd het de grootste... in de tijd van de Abbasiden tijdperk was het de grootste stad van de wereld. En je had wijsheidshuis, Beit al-Hikma, had je in Bagdad. Dus mensen van alle streken, die gingen naar Bagdad om kennis op te doen. Hè? Hoe heet die? Wie is dat? Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi is een geleerde. En die heeft een boek geschreven over de geschiedenis van Bagdad. En wie van de geleerden in Bagdad heeft geleefd. En het boek zelf bestaat uit 21 volumes, hè? Dus, Oké. Hoeveel bladzijden per volume? Sorry? Hoeveel bladzijden per volume? Tussen 500 en 600 pagina's praten we. En weet je ook waarom dit zo gebouwd is? De stad zelf? Is dat ter verdediging? Ja, waarom de muren? Het is bedoeld als een fort. Als een, Al-Khalif al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, die wou dus een stad bouwen dat niet snel en makkelijk te penetreren is. Dus door de
Persiërs of door allerlei andere mensen. En dus toen zeiden zijn generalen van ja, dan kun je beter na, dus niet, niet aan deze kant, andere kant van het water kun je niet bouwen, maar aan de andere kant. Dat, want daarachter, hè, aan deze kant, heb je echt alleen maar woestijn. Hè? Dus niet meer, okay, ga je gewoon zo naar Jordanië en Saudi-Arabië, ga je zo aan deze kant. Wat is de middelste blauwe? Dat is de moskee. Moskee? Ja. Welke moskee is dat? Eerlijk gezegd weet ik het niet. Als mensen het beter kunnen zetten. Misschien op... Beit al-Hikma of zo? Nee, Beit al-Hikma werd later gebouwd. Als het goed is. Ja, dus dat zou misschien het parlementshuis van toen zijn. Zoiets. Het kan net zo goed een paleis zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja. 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 Oké, okay, ja, ik kreeg die vraag binnen van iemand. Oh, oké. Okay. Sorry. Dat is niet van mij. Oké, okay, sorry. De eer is niet aan mij. hebben wij nog iets toe te voegen? Of hebben mensen nog vragen toevallig hier over Bagdad zelf? Ik denk het niet. Dus we kunnen naar de volgende slide. Een Shara Rashid. Oh, wacht. Hoe zag het er voor 700 uit? Sorry. Hoe zag het er voor 700 uit? Niks. Het zag er gewoon niet uit. Het was gewoon eens Sahara. Oké, het was geen Sahara. Er waren wel kleine dorpjes. Waren er aanwezig. En dat was, wou ik eigenlijk later voor een andere video misschien. Hoe Bagdad aan de naam van Bagdad kwam. Een van de theorieën is dat de mensen die er omheen waren, het waren kleine dorpjes, en die noemden het Bagada. Dat is een Persische woord, en het betekent een gift van God. Als het goed is, zo werd ik verteld. En ja, dus voor 760 of voor 700 zag het uit als kleine dorpjes. Ja, ja, en ook voor 700, je had een massamigratie, hè, van Arabieren naar Irak toe. Dus het zag er ook heel anders uit. Dus, ja. Ja, dat zou ik nog even toevoegen. Hebben mensen nog andere vragen toevallig hierover? Nee, ja. Dan kunnen we naar de volgende slide. We kunnen altijd... Oh, krijgen we een tijdlijn te zien? Oké, we krijgen twee vragen trouwens. Een tijdlijn van? De tijdlijn waarschijnlijk van de gebeurtenissen van Bagdad. Dat is toch de vraag, denk ik, van Zainabdella? Niet vandaag, nee. Nee. Nou, we kunnen wel eentje maken voor jullie. Ik weet niet of jullie dat willen. Maar we kunnen wel eentje maken. Hassan, daar heb ik eerlijk gezegd geen antwoord op. Is de grond rond Bagdad niet al gebruikt in de tijd van Opsapi? Ja, dat is waar. Het werd... we zijn vluchtelingen zelfs in ons... Ja, dat is waar. Hassan vraagt, en daarna is het verwoest en in 700 weer opgebouwd. Of het nou verwoest is en daarna opgebouwd, dat weet ik dus niet. Wat ik wel gelezen heb, is dat het Bagdad, dus wat nu Bagdad is, in kleine dorpjes, het was eerst kleine dorpjes, en dus een grote stad van gemaakt. Dus dat... Ja, Mesopotamië was voornamelijk het zuiden heel erg dichtbevolkt. Het was echt tussen Tigris en de Eufraat was dat al gebruikt. Ja, 1000 jaar geleden, 10.000 jaar geleden was het ook gebruikt, ja. Maar Bagdad zelf, dat is zeg maar wat nu Bagdad is, het gebied, of het nou daarvoor echt zo groot, op grootschaal werd gebruikt, daar heb ik geen informatie over. Ja, en om terug te komen op de tijdlijn, we gaan wel een tijdlijn maken hierna, na de lecture, zeg maar. Ja, dat komt wel goed. Ja, Ahmed heeft er voor zorgen, toch? Ja, sorry, of ik er eentje ga maken? Ja. Ja, dat mag wel. Ja. Ik heb toch niks te doen. Yeah. En we gaan naar volgende. Al-Mutanabbi is een van de belangrijkste Arabische dichters tot nu toe. Je ziet een straat in Bagdad, in de straat van Rashid, heb je dus Al-Mutanabbi straat. En dat is de meest
ja, een van de meest centrale plekken die je hebt, zeg maar, in Bagdad. Komen al die intellectuelen komen daar langs. Elke vrijdag kan je daar langs gaan. Je ziet iedereen boek lezen. Je hebt boekenmarkt. Je hebt een plein waar mensen kennis met elkaar uitwisselen. Ik was daar toevallig een paar jaar terug. En ik had er best wel een mooie tijd beleefd. Je kan gewoon boeken kopen. Je kan drinken halen. Je kan met mensen praten. En Irakese, zelfs de hoogste intellectuelen of zelfs bij wijze van parlementariërs kom je daar langs. Gewoon in een burgerlijke kostuum en gewoon boeken kopen. En dat is wel leuk om te zien. Het is zeg maar een bepaalde cultuur die is voortgevloeid vanuit de Mutanabbi. De Mutanabbi is de meeste Arabieren kennen. Vanuit Saudi-Arabië tot aan Marokko, iedereen kent Mutanabbi wel. Hij heeft een bepaalde quote die hij heeft, is bijvoorbeeld: als de leeuw zijn tanden aan je laat zien, betekent niet dat hij naar je lacht. En bijvoorbeeld de woestijn kennen we goed, de nacht, de ridders, de strijd en het zwaard, het papier en de pen. Er zijn bepaalde quotes van de Mutanabbi die heel zeg maar, terugkomen in Arabische literatuur. Dus die zie je best wel vaak in boeken terug. Dus en al-Ghaylu, al-Laylu, al-Bayda, ta'arifuni. Dat zijn een van die quotes die je echt heel vaak terug ziet in boeken. Vooral als je zeg maar, wat meer gaat verdiepen in Arabische literatuur, dan is dit, ja, dan zijn dit wel zeg maar, een van de grondleggers van bepaalde poëtische richtlijnen. Zijn boek heet Sefer Dawla. Je maakt trouwens een streepje naar Mutanabbi. Even kijken, in hoeverre is dichtwerk een deel van de Irakese cultuur? Kijk, ik denk dat Ershad dat wel kan beantwoorden. Nou, als je een Irakese vraagt, ja, kun je dichten? Ja, dan zegt bijna de helft ja. Dichtwerk is echt zo geworteld in de Irakese cultuur. Het maakt een deel van onze cultuur. Ook de Arabische taal zelf. Dat is een deel van het Irakese cultuur. Dus dichters. Dus in Mutanabbi heb je in Bagdad. In Basra heb je. Hoe heet die? Ik ben hem dus kwijt. Ma'ruf Rasafi. Ma'ruf Rasafi heb je in Basra. Dus ook een dichter. Bijna iedere stad heeft een dichter. En. Of meer. En nog steeds, als je nu naar Irak gaat. Essayaf, ja. Ja, klopt. Heb je ook in Basra. Bijna ieder... Ja. Sarah. Ja, dat is elke vrijdag. Komen mensen bijeen. Ja. En ik heb toevallig ook foto's daarvan. Maar ik heb ze niet in de presentatie gedaan. Kan ik toevoegen aan die vrijdagbijeenkomsten? Jij was vorig jaar geweest, toch? Ja, ik was vorig jaar geweest. Wat komt uit Perzië? En waarschijnlijk het bijeenkomen, denk ik. Is dat wat uit Perzië komt? De dichtcultuur. Nee, ik denk... Dichtcultuur is... Het heeft niks, denk ik, te maken met de achtergrond die we hebben. In het algemeen waren echt dol op dichtcultuur. Hè? Je had in het oude tijd had je Souq Akaf. Maar eerst wil ik wie was het? Sarah even erbij halen. Want nog steeds, hè? Ieder vrijdag heb je waar Al-Mutanabbi stond, daar heb je ook een standbeeld van hem. Ieder vrijdag is een kleine parkje. En dan heb je bijna iedere poëzie, dichter, staat hij daar. En dan hebben ze een dichterspodium, waar iedereen zijn gedichten voor kan lezen. Daar heb je aan één kant. En het mooie is, net echt 10 meter vandaan, heb je een soort kleine hutje. Nee, dat is een asmai, volgens mij. Nee, Mutanabbi was niet blind. Nee. Hij was niet blind. Hij was zelfs... Hij wilde zelfs een coup, volgens mij, plegen in Syrië, dacht ik, Mutanabbi. Ja, volgens mij is hij is niet blind. Hij kan redelijk zien, volgens mij. Ik denk niet dat je zomaar een coup pleegt als je niet kan zien. Niet uit. Ja.
En dus aan de ene kant heb je die zeg maar dichterspodium en echt 10 meter vandaan heb je zangpodium waar mensen daar zitten en Irakese volkszangen gaan zingen en zo. En over het dichtcultuur, dus je hebt de Souq Akkad, dat nu Akkad is nu in Saudi-Arabië. En had je één keer per jaar gingen dichters naartoe om te laten zien wat hun laatste gedichtjes zijn. En gingen ze met elkaar een soort van rap wedstrijden. Gingen ze een soort van modern freestyle. Maar gedichten en dichtcultuur en de Arabische cultuur, het hangt echt samen. Ja, het is echt samen bij elkaar. Ook veel sculpturen zijn in dichtvorm, als je kijkt naar die tijd. Tegenwoordig nu ook, hoor. Als je kijkt naar de Duizend en Eén Nacht, hè. Duizend en Eén Nacht in het Arabisch, het bestaat vaak uit dichtvorm geschreven. En wat ik misschien ook nog kan aanraden, Mutanabbi heeft heel veel vertaald naar Engels. Mocht je een keertje interesse hebben, kun je het gewoon opzoeken. En er is heel veel in het Engels beschikbaar. Ja. Hij heeft echt super mooie quotes en gedichten ook. Ja. Voor de komst zelfs. Ja, dat klopt. Ja. Ashad, wil je dat misschien belichten? Nee, want het spreekt voor zich. Ook de Arabieren, of nou of moslims zijn of niet. Arabieren had zijn focus op de Arabische taal en dichtcultuur. Ja, het was centraal voor hen. Dichters waren, hoe noem je dat, high esteem, hè, werden ze. En Al-Mutanabbi was zo geliefd en werd zo vaak naar het paleis geroepen en werd zoveel geld gegeven, puur en vaak om zijn gedichten. En als een dichter echt geld wou verdienen, dan ging hij gedichten maken om de galieven te prijzen. En het was doorgaans normaal dat als iemand jou prijst met een gedicht, dat je hem daar een cadeau voor geeft. Dus het was echt, je vraagt er geld voor bijna. En Mutanabbi is geboren in Koufa, gewoon in Irak. Hij is Irakees, als je terug gaat in de tijd. Zijn boek Zeven Dolen is geschreven op basis van de gefaalde militaire coup die hij in gedachten had. Dus alles wat je ziet is, zeg maar, reflecteren naar die tijd, zeg maar. Ik raad sowieso aan om zijn gedichten te lezen. Ze staan gewoon in het Engels op internet. Eén ding wat ik van hem nog weet is dat hij zegt أَنَا الَّذِي أَسْمَعَتْ كَلِمَاتِي مَنْ بِهِي صَمَمُ. Ja, dat is dezelfde gedicht die hier wordt geschreven. مِمَنْ قَلْبُهُ شَبِمُ, zei dat nou? وَأَسْمَعَتْ كَلِمَاتِ مَنْ بِهِ صَمَمُ. En daarvoor was het فَأَحَرَّ قَلْبَهُ مِمَنْ قَلْبُهُ شَبِمُ, toch? Kan, ik weet het niet. Jouw hart, de hart van iemand wordt warm, terwijl het eigenlijk koudheid bevat, zoiets. Maar dit soort gedichten kan je allemaal vinden in Zeven Dolen. Het is een hele aanrader. Want we gaan niet in Arabisch verder gaan, want ik denk niet dat iedereen ons gaat begrijpen. Nee, klopt. Nee, maar we zijn sowieso aan het eind, bijna aan het eind gekomen. We zijn aan het eind. Bedankt allemaal voor het luisteren. Ik heb volgens mij iedereen wel in de groep zien blijven. Dat betekent dat we niet mensen wegjagen. Bijna niet. Bijna niet, er zijn twee mensen weg, denk ik. Alles wat ik nu zie, kan ik dit ook in het boek kopen? Ja, even kijken. Dat is een goede vraag. We hebben een boek. We willen die, denk ik, gaan vertalen. Want ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik was toevallig in Dubai. Ik was naar een Japanse boekenwinkel gegaan. En ik heb daar een boek over Irak gevonden. En ik vond het een leuk idee om daarover samen met Ershad gewoon aan je te presenteren. Met aanvullingen van ons. Wij kunnen zeg maar meerdere delen doen van deze lecture. We hebben zeg maar eerst hoeveel bladzijden hebben we
uitgelicht, Ershad, van dit boek? 20, denk ik. 20, 30. Ja. We kunnen volgende keer ook 20 doen. Dus, en wat, ik ken ook de titel, ga ik ook delen, maar volgens mij kan je het boek nergens vinden online. Dit is het boek, ik stuur het even in de chat. 1912, Glances on Iraq Through a Camera Lens. Door Mohammed Maghloof, of Maghloof. Yeah. I don't know. One of the two. Ja. En dan kunnen mensen proberen te vinden. Ja. Ja, mocht jullie niet kunnen vinden... Ik ga denk ik van al de bladzijden ga ik een scan maken. Dus dat komt wel goed. Dus aan het einde van de lectures die we... ik weet niet of jullie een vervolg willen hiervan. Maar dat kunnen we wel eventueel bespreken met IRAKNL. Hoe we dat gaan doen. Hoor jij graag? Nou, één dus. Dus ja. Je kan ook nee zeggen. Door... je mag gewoon eerlijk zijn. Vraag en antwoord via chat. We gaan misschien een enquête sturen. Als je die voor ons kan beantwoorden, zou het heel fijn zijn. Dan kunnen we ook weten wat we kunnen aanpassen. Helaas kunnen we niet face-to-face een presentatie geven vanwege de omstandigheden. Ja. Wellicht in de toekomst kunnen we daar veranderingen brengen. Graag gedaan, Zahra. Graag gedaan, Diona. Graag gedaan, Huawei MediaPad M5 Pro. Graag gedaan, Idia. We hopen jullie snel weer te zien. Mocht je nog vragen hebben, jullie kunnen ons altijd contacteren. Samen met de familie Geken, heel leuk. Vervolgens leuk. Oh, wij zullen zeker een vervolg maken. Ja, toch? Het is alleen aan jullie de vraag van wanneer je dat wil. En dan maken we wel een planning. Ja, en blijkbaar... voor zeker hebben wij fouten gemaakt. En dingen gingen niet goed. En dingen gingen wel goed. Dus wat wij beter kunnen doen, wat jullie graag meer van willen zien, of wat minder, dat horen wij graag. Kunnen we beter voor jullie presenteren volgende keer. Dus jullie krijgen sowieso een enquête volgens mij, Ahmed, toch? Ja, ik ga denk ik een enquête opstellen voor jullie. Ja, en dan feedback, dat is altijd handig. Weten we hoe jullie daarover denken en wat wel en wat niet ging en hoe wij beter voor jullie kunnen... Van die en de kost. En even kijken, ik had nog iets in gedachten, maar ben even vergeten wat het precies was. Maar dat komt wel later. Even kijken. Ik ben ook niet Irakees, maar ik heb veel vrienden die Irakees zijn. Diona, was het begrijpelijk? Was het volgbaar? Oké, dat is wel redelijk. Oké. Sarah had over het ontstaan van Irak, bedoel je? Dus maar, ja. Ik en Ahmed eigenlijk, ik zeg het eerlijk, we hadden een idee over de geschiedenis van Irak zelf. Dus niet echt alleen maar Irak als nu, maar ook wat Hassan zei, Mesopotamië en wat daarvoor en wat daarna kwam. Misschien is dat iets leuk voor jullie. We kunnen met ideeën komen. Dus, ja. We kunnen ook schrijven. Kunnen wij niet, volgens mij, het hele geschiedenis kun je niet in 40, 50 minuten... Ja, daar heb je echt veel meer tijd voor nodig. Ja. En wij zeggen historici, wij zeggen gewoon mensen die dat gewoon... misschien een lecture over Irakese dichter. Ja, ja. Kunnen we ook regelen. Volgens mij, als er behoefte aan is en interesse voor is, dan kunnen wij volgens mij voorleggen. Oké, dat we noteren het al. En trouwens, we hebben... deze lecture hebben we gefilmd, gerecord, zeg maar. Wij sturen het alleen maar naar degene die dit hebben beluisterd. Mocht jullie dat willen, dan gaan we communiceren hoe we dat gaan doen. Waarschijnlijk bij het invullen van een enquête, als je je e-mail achterlaat, sturen we de opnames. Ik ben wereldbolger. Oh, dat... Ja, dat is mooi. Ja. Hebben jullie nog vragen of iets? Reis Hassan, ja. Ahmed, ik denk dat wij wel daaraan kunnen werken. En hopelijk
kunnen wij daar iets van maken in de toekomst. Feedback is super fijn. Als je akkoord, ik ben verliefd geworden op Bagdad. Dat is ook een bedoeling geweest, Hassan. Nee, de volgende, als het goed is, deel 2 gaan we over andere steden. Want het boek heeft het niet alleen over alleen Bagdad, maar je hebt ook andere steden van Irak. Ja, volgens mij Koufa, Karbala, wat nog meer? Volgens mij nog een paar stukken over Bagdad. Ik had er meer, dacht ik. Ja. Yeah. Dus dat gaan we volgende keer gaan we dat allemaal bespreken. Bedankt allemaal voor jullie tijd. Mensen zijn benieuwd naar hun eigen stad. Snappen we. Komt goed. En wij houden contact met jullie via Irakkanaal. En we gaan even nog een enquête opsturen naar jullie. Bedankt allemaal voor jullie tijd. Heel erg bedankt. Maasalama. Yes. Maasalama. Ja. Kijk.